Hoi guys, welkom bij een nieuwe video. Ik vlog nu even met mijn telefoon, want mijn camera die heb ik nog niet. Die heb ik pas vanavond. Maar ik moest gewoon even filmen. Ik heb eindelijk de sleutel van mijn nieuwe woning. Het zijn 18 sleutels of zo, maar dat moeten we nog even uitzoeken. Maar goed, ik had dus gisteren een bepaalde spullen meegenomen van Almere naar Arnhem. Ik dacht schoonmaakspullen, zo, dat heb je nu wel nodig. Dus dat gaan we nu allemaal uitpakken. Maar kijk dit. En er staan dus van die noodliften hier bij de woning. En daarmee moeten we naar boven, maar die liften zijn echt eng. Maar goed, we gaan deze bende even uitpakken. Oké, er is een beetje vooruitgang. Deze kamer, één muurtje is bijna gedaan, nu de rest nog. En verder zijn ze in deze kamer ook hard aan het werk. Wat ben je aan het doen? Daarom heb je stoel begonnen. Hoi. We zijn daarmee begonnen. Het is wel echt een grote bende. Pas op. En dit is een voedselbrand. Pas op! Oh. Oh, hier gaan ze verder stomen. En alleen dit gangetje moet nog. En dan. Dat is daar het voor vandaag. En de plinten moeten we weghalen. Oké, okay, het is dus al best donker. Ik heb eindelijk mijn camera weer. Dus ik kan gewoon met mijn camera vloggen weer. En die geholpen? Geholpen? Met je camera? Met mijn camera, ja. Maar voor de rest met niks hoor. Nog niet in ieder geval. En de diehard. Naomi heeft me de hele dag geholpen vanaf 9 uur 's ochtends en dus nu bijna 9 uur 's avonds. En Dina heeft ook de hele dag geholpen. En de behanger is nog echt nog lang niet eraf. Het is echt gezeik. Behanger afhalen moet je echt door iemand anders uit te doen. En mijn moeder is gekomen met allemaal cadeautjes. Die ga ik zo even uitpakken. En Kimi, ja. Kimi ook. Ja, we ook. Heb jij een cadeautje voor me meegenomen? Ja. Lief voor. Ja. Wat zit erin dan? Een poppetje bij. Wat zit erbij? Oh, poppetje. Oké, maar ik ga wel even kijken. Ik ga daar gaan weer verder met Chris. Goed zo, Kimaya. Goed zo. Goed zo, Kimaya. Goed zo. Nou, mijn moeder heeft allemaal boterhammen voor ons gehaald. En eten. Ach, drinken, want ik zorg niet voor mijn mensen. Die lampjes opgehangen, mijn oma is er ook. En mijn moeder heeft ook een cadeautje van me gehaald. Ga ik met je uitpakken. Maakt toch niet uit? Jawel. Kijk mij nou, is de camera ook nog. Wat ga je doen? Net zoals ik het niet goed uitschiet, is dan mijn taartjes. Handtaal van Rituals. Dat ga ik nog lang niet gebruiken, pas als ik mijn nieuwe keuken heb, want er komt nog een hele nieuwe keuken. Hoe komt het zelf? Ik heb wachten op eten. Handbalm van Rituals. Zo, oh, ik heb een serie gemist. Serie gemist? Ja! Dat is lekker belangrijk. Mijn handwas. Die is echt mooi. Laatste is echt mooi. Die moet zomaar. Ja. Zomaar. Was erbij. Ging het naar overdanken? Ja, dit is ook wel. En het plankje is echt leuk voor in de keuken. En dan dit zo naast elkaar. Staat dat heel mooi. Dat. Dus dat. Wij gaan nog even verder klussen. We hebben eindelijk licht. Dus niemand heeft excuus om naar huis te gaan. En we gaan pas weg als al het behang eraf is. Inclusief jullie. Oké, het is onderhand. Hoe laat is het? Het is 12 uur. 12 uur en we zijn kapot. Kijk, kom kijken. Kapot en gesloopt en... 11 uur. Sorry hoor. Wacht even, laten we even laten zien. Hij wil het niet zien, ga weg. We zijn kapot. 12 uur. Het is allemaal nog niet klaar. Het stinkt hier. Het stinkt heel erg. Ruik eens hier, kom eens. Ruik me. Iets ook, hè? Vuur. Door behang, jongen. Behang verbrandt gewoon je hele handen, verbrandt je muur, verbrandt grond. Behang is niet goed, nooit behangen mensen. Nooit glasvezel. Is het glasvezel behangen? We zijn helemaal op. 9 uur 's ochtends. Wat zijn glasvezel behangen? 12 uur zelf. Ik ben er pas 2 uur. Ik weet pas een half uur. Ik wil weg met mijn huissleutels. Waar zijn je huissleutels? Ja. Dina! Kom, we gaan stiekem weg. Kom. Ja, kom.
Zal jij wat afmaken? Heerlijk, moet ik hier slapen? Ja. Sorry, ik ga mee. We zijn gevlucht. We zijn daar bezig. Daar, in die kamer. Het is trouwens een noodlicht. Maar ze kunnen het zien. En die liften doen zo lang. Ik druk ook nog echt alsof we aan het vlucht zijn voor hem. Kijk, ze zijn er bezig. Om ze te zien. Ze kunnen ons zien. Waar is die lift zo lang? Die lift doet kapot lang. Hallo. Goedemorgen, het is alweer de volgende dag. Het is vandaag donderdag en ik ben echt gesloopt. Klusdag. Dag 3, de eerste 2 dagen waren zo intensief. Ik ben echt gesloopt. Liva die gaat lekker naar zijn oma toe vandaag. En vandaag gaan we gewoon lekker verder. Maar klussen is echt niks voor mij. Zelfs de stem is gewoon weg bijna, omdat ik gewoon zo vermoeid ben. Of ik stel, ik kan me ook gewoon heel erg aanstellen. Maar dit, ik ben lichaam misschien niet voor. Ja hoor. Oké. Okay. Vroeger vogel. Wow. Wat is dit dan? Goed hoor. Nee, niet goed. Even wat sneller, Jess. Goed in de hoekjes. Ja, stuur dit op de SMB Middels, ja? Ik zweer je. Ik heb een droombaan gevonden. Nou, je kan eerder schoonmaakster worden. Ja. Ja, oké, okay, ik ga stoppen. No. Fijn voor de vlog. Begin te helpen met je tijd voor de vlog. Mijn vlog was te weten. Lekker bezig, meneer. Ja, jij doet helemaal niks naar achter. Schil moeten lezen. Komt die aan op zijn witte schoentjes. Kon ik dit maar eens, hè? Dat kan iedereen, dat kan ik ook. Laat me zien dat ik het kan. Nee, mijn zusjes aan het helpen. Deze twee komen weer langs voor de lol. En ik ben aan het toekijken. Iedereen moet het weten. Hij heeft 2 dagen gedaan. Ik ben even aan het toekijken hoe alles gaat. Ik ben even aan het rusten. Ik moet zo meteen ook nog even een vlogje editen. Dus die Jena's hadden trek. Ze hebben even lekker Chinees gehaald en een bak frituur gaan halen. Met een nadruk op lekker, toch? Maar die is een beetje smaakloos. Ja. Hierin zaten dus kleren. Ja, ik ook. Dus ik ga snel weg. En het is gewoon vuil opgegooid. Oh my god, ik kan niet kijken. Dit is vies. Het is reden om het eruit te halen. En hier alle kleren die vies zijn, snap je? Dat gaan we even wassen vandaag. Maar echt, dit kan echt niet. Waar, man? Ik weet het niet. Je hart. Nee. Ik ga jullie even laten zien wat we gedaan hebben. We hebben hier zeg maar alle behang weggehaald. En hier hebben we de plinter afgehaald. Ze hadden echt hele oude houten plinten op. En dat wordt dan dichtgemaakt en dan glasvezelbehang. De plafonnetjes zijn gewit. Ook in de kasten, 2 inbouwkasten in deze kamer. Ook even gewit, eigenlijk door het hele huis en alle plafonden gedaan. En hier... Guys, het is vandaag maandag. En Liever gaat gewoon weg. Hij gaat gewoon met mijn moeder mee. Ik ga dan. Mama. Nee, zeg maar niet hoor. Mensen lachen maar uit. Maar gewoon met je moeder haar. Je hebt gewoon een leuk pakje aan hoor. Naar mijn haar moet ik. En ik ga hem echt missen. Liefie. Doei Liefie. Hij gaat me niet missen hoor. Nee ja? Ga je mama missen? Nee, ik ga lekker naar mijn kloof. Nee, ik ga dat. Nou, hij gaat lekker me niet bij missen. Oma logeren. Nou, doei liefij. Doei mijn dede. Oké, ik ben in mijn huis. En ik kan jullie even laten zien wat we tot nu toe hebben gedaan in 1 week. Sowieso hebben we al het behang van de muur afgehaald. Onder andere Dina heeft geholpen. Wat hebben we nog meer gedaan? Alle kozijnen geschuurd. De muren gescheurd. Laat je kunstwerk zien wat je hebt gedaan. Oh, ja. Oh ja, deze kast was helemaal oranje. Die heb ik geverfd. En is nu enigszins wit. Wat heb ik gedaan? Dat was mijn projectje van de week.
vind ik echt gewoon niet zo heel veel als het om klus gaat. En verder zijn er twee kamers geschilderd. Deze, dit is zeg maar mijn walk-in closet. Nee, je komt gewoon, dit is gewoon een kamertje waar al mijn kleren ja, komen te staan. En mijn slaapkamer heeft ook dezelfde kleur. En dit is de kleur, wat kleur was het ook weer? Forel van Histor. De kleur forel. Alleen dat kleurkaartje leek wat grijzer en hier is het wat bruiner. Ga je zelf filmen. En in de woonkamer komt de kleur loom. En dat is zeg of loom, loom, ik weet niet hoe dat heet. Maar dat lijkt dus groen op. Ik weet niet, die verf zelf, en als je het op de muur doet, lijkt het dus groen. Het zijn dus deze twee kleuren. Oh. Nu lijkt het niet groen, dat lichte zeg maar. Als ik hier op de muur kijk, we hebben echt een klein beetje op de muur geveegd. Lijkt het... Ik weet niet, het lijkt groen. Maar goed, de woonkamer zo. En de gang wordt daarmee gedaan, dus dat zien jullie dus in de volgende video. Maar bij deze wil ik de vlog afsluiten. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ik zie jullie bij de volgende video weer. Vergeet niet te abonneren en te liken. En tot snel. Doei doei!